Dat sport gecombineerd wordt met het lezen. En dat is de eerste drijf geweest voor de kinderen. Zeker voor de jongens ook. Ja, helemaal leuk dat het Willem II is. En uiteindelijk is dat een beetje op de achtergrond gekomen. En is het echt meer om het leesplezier gegaan. Dus het was een mooie start om dat met sport te combineren. Kinderen zijn vaak al geïnteresseerd in sport, doen zelf aan sport. En dat is een hele goede aanjager geweest om daar het lezen ook mee op te starten. Ze mochten natuurlijk lezen om ballen te scoren. Nou, scoren hoort natuurlijk bij sport. Maar de combinatie hier met lezen is echt heel goed geweest. We merken dat kinderen in groep 5, 6 toch al wat minder beginnen te lezen. Met plezier, dus uit zichzelf. Ze lezen dan omdat het moet voor school. Maar wij willen heel graag stimuleren dat ze het lezen ook leuk vinden, zodat ze ook na schooltijd, in vakanties, willen blijven lezen. Project Scorenboek is heel belangrijk om leesbevordering bij de basisschooljeugd te stimuleren. En hoe gaaf is het als we de voetballer als rolmodel daarbij kunnen inzetten. Je ziet dat vooral jongetjes in groep 5 en 6 afhaken bij dat lezen, die vinden dat niet meer leuk. En nou, dan laten wij zien dat onze voetballers lezen ook heel gaaf en belangrijk vinden. En dan worden ze enthousiast. Omdat je nu allemaal stukjes mag plakken en nou is het eigenlijk gewoon een beetje een wedstrijd. Dat vind ik ook leuk. Want met de klas hebben we 70 boeken uitgelezen. Ja, ik kijk weer vol enthousiasme terug op deze editie. De kinderen hebben weer veel boeken gelezen, ook bij deze afsluiting. Super enthousiaste kinderen, prachtig mooi weer, kon niet beter. Sporters, voetballers die het voorbeeld geven en aangeven hoe belangrijk het is om te lezen. En dan een wedstrijdelement erin, probeer zoveel mogelijk boeken met elkaar te lezen. Dat is heel goed dat ook in Tilburg nu gerealiseerd is.